allemaal. Ik ben Kim van de Witte Olifant. We staan hier bij de Waterloopplein om mensen te interviewen over de stelling. Het Zonfestival is de land om uit te kijken. En wij zijn tegen. En de stelling is dat het Songfestival te lang duurt. Maar wij zijn tegen. Bent u ook tegen? Ik heb het gezien. Toevallig op televisie. Ik heb het niet helemaal afgekeken, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel leuk. En het is zeker niet de bedoeling dat het korter wordt, denk ik. Ja? Dat het leuk is voor iedereen, toch? Dus bent het met ons eens? Ja, zeker. Ja. Ben je ook tegen dat het Songfestival te lang duurt? Bent u er ook tegen? Ik vind van niet ook. Nee. Oké. Want kijkt u zelf naar het Songfestival? Laatste keer heb ik het niet gezien. Maar ik heb het wel ooit gezien. Oké. Dus u vindt dat het nog wel langer kan duren? Ik vind dat het wat vaker. Dat het wat vaker. Iedere maand of zo. Oké, dank u wel. We zijn hier net op straat gaan lopen. En we hebben veel mensen gezien die met ons. Die tegen waren en die ook met ons eens waren. Het Songfestival te lang duren? Het Songfestival te lang duren. Ja. De avond zelf, ja, het duurt wel heel lang. Vind ik het te lang duren? Nou ja, inderdaad wel een beetje. Soms spoel ik een beetje door. Zwaar overdreven en allemaal met danseressen erbij en flauwekul. Het gaat gewoon om een goed liedje. Tegen het feit dat het Songfestival te lang duurt? Ja. Het mag nog langer duren wat jullie betreft? Ja, het is wel goed voor ons. Het is heel goed voor het samen zijn van alle Europese landen. Dat we meer respect voor elkaar krijgen en meer waardering voor de andere culturen. Ja? Ja. Oké, dus je bent het met ons eens? Ik ben het met jullie eens. Het festival duurt voor sommige mensen wel lang, maar voor ons maakt het niets uit.